Maar als u nu terugblikt, u heeft 3 jaar ervaring met die kennis die u nu heeft. Wat zou u anders gedaan hebben? Kijk, laat me... Ja, er zijn dingen. Uiteraard, niet met de huidige omstandigheden, met de omstandigheden van toen. Uiteraard, nu zijn heel wat dingen anders. In feite, wat nooit in feite naar de samenleving goed belicht is, is dat toen IMF... In feite hadden we wel een deal van Suriname. Jij moet eerst die prior action in place brengen. Je moet starten met die afbouw van die subsidie. Je moet die MOU tekenen met de centrale bank dat je niet aan monetaire financiering gaat doen. Je moet zorg dragen dat jouw herstelprogramma goedgekeurd is in de Nationale Assemblée. En je moet jouw koers loslaten. Dan floating action. Dat was de deal. We hebben het gedaan. En dan zou IMF inkomen met een financiële injectie en tegelijkertijd een budget voor sociaal programma. Dat is uitgebleven. Gaat u terug naar 2021, dat is uitgebleven. En daar, als ik toen geweten had dat die IMF-injectie zou uitblijven, want pas 7 maanden daarna is het goedgekeurd, en als ik me niet vergis, 21 december is het toen goedgekeurd, had ik kunnen temporiseren. Maar wat is er gebeurd? We zijn doorgegaan met ons hervormingsprogramma. We zijn doorgegaan met inkomstenverhogende maatregelen, wat in feite direct merkbaar is in de samenleving. We zijn ook doorgegaan met zware bezuinigingen. We zijn ook doorgegaan om subsidie af te bouwen, wat ook voelbaar is in de samenleving. Maar die financiële ondersteuning is niet gekomen. Maar elke keer, ik weet niet, ik ga terug naar mijn interviews in die periode, je gaat horen binnenkort, over enkele weken, wordt IMF-programma goedgekeurd. Omdat u op een gegeven moment ook niet wist dat er een issue was daar binnen IMF met kwestie China. Wat iets in feite te maken heeft met de geopolitiek, maar niet zozeer met ons als land. Met name op het gebied van de schuldherschikking. Uiteindelijk is die overeenkomst wel getekend, maar in die 7 maanden ben ik doorgegaan met die zware hervorming zonder het volk te kunnen ondersteunen, omdat wij die financiële injectie niet gehad hebben. En daar, als ik geweten had, zou ik in juli begonnen zijn, hey, even temporiseren. Wacht even met de maatregelen. Laten we wachten totdat IMF eigenlijk die board approval gaat geven. Dan pas gaan we door met ons. Dat is 1. Beter temporiseren. We zijn doorgegaan, zwaar gegaan. Tweede is namelijk, we zitten al deze zware maatregelen moet je uitvoeren met een bestuursapparaat. En het bestuursapparaat is die coalitie. Die coalitie op zich is ook een uitdaging. Waarbij we weten, dat heb ik ook in mijn jaarreden gezegd, dat we niet altijd dezelfde agenda hebben. En vanaf dag 1 zou ik, zoals ik dat doe met die presidentiële commissies, dat al gedaan moeten hebben met sociale zaken. U gaat merken dat daar er geen presidentiële commissie is geweest. En daar gaat het juist mis. En dat na 2,5 jaar aan mij gerapporteerd wordt dat er daar een minister zit die niet communiceert met een directeur daar. Al 2 jaar. Niet communiceert. Dan begrijp je waarom een heel slecht sociaal beleid uitgevoerd wordt. En wie wordt het slachtoffer? De samenleving. Maar is dat niet te laat, 2,5 jaar? Ja. Niet te laat misschien wel, maar niet te laat om het te corrigeren. En we hebben gecorrigeerd. We hebben gecorrigeerd als een nieuwe minister daar, maar tegelijkertijd is er een presidentieel team daar aangewezen om het sociaal programma van het kabinet van de president samen met de minister aan te sturen. En nu gaat het resultaat zien. Het resultaat zal anders zijn. En tweede is namelijk, het is een onderdeel geweest van de onderhandeling, kan je zeggen. En als we terugkijken, dan is justitie en politie een issue. Waar we de president, met name als gewezen minister van Justitie en Politie, nog zwaarder aangesproken wordt dan de huidige minister van Justitie en Politie. En dat is een issue. Dat is elke dag een issue, tot en met vandaag nog een issue. Ook naar aanleiding van de ernstige beroepingen daar te Atjoni. En het heeft mijn aandacht en het vraagstuk zal daar integraal aangepakt worden, zowel met de korpsleiding, we zijn al heel ver met de benoeming van de nieuwe korpsleiding daar zo, maar ook die hele reorganisatie die teweeggebracht moet worden op het ministerie
omdat ik niet tevreden ben met het veiligheidsbeleid. Derde aspect, wat zijn de zaken die je anders zou moeten doen? Ja, ik ben een president die ook luistert. En ik luister ook naar die kritiek. Een van de issues is namelijk het benoemingenbeleid. Ja, er zijn heel wat parastatalen waar zwakke mensen zitten. Waar personen zitten die geen verstand hebben van de materie. En daar zou onze kans zijn geweest om deskundige mensen in die parastatalen te zetten. Waardoor die parastatalen van de anders zouden gaan draaien. Kijk, u als SLM nu. Er zitten deskundige mensen daar in de leden. Mensen van de organisatie zelf die verstand hebben. Maar ze kunnen wel SLM leiden en leiden naar betere tijden. En ook hun schuldpositie wordt dan aangepakt. Ja, er was ruimte om meer Surinamers te betrekken dan alleen Surinamers van bepaalde politieke coalitie. Het vraagstuk van dat één persoon meerdere posities gehad heeft, zeker bij die pars, is totaal verkeerd geweest. Daar geef ik ook toe dat ik harder aan die noodrem getrokken moest hebben. Maar als je op deze stoel zit en daar zit de vicepresident en de coalitiegroep, dan moet je ook rekening houden. Ik heb op mij genomen als leider van de regering om dit zwaar programma te gaan uitvoeren met een coalitie. En als je gecommitteerd hebt om dit zwaar programma uit te voeren, dan moet je ook als eis stellen dat je ook moet investeren in die coalitie. Want je kan niet dit zwaar programma gaan uitvoeren in een instabiele coalitie. En je moet ook rekening houden dat die coalitie soms heel kwetsbaar is. Met name als het aspect komt van benoemingen. Dat je inderdaad heel zware maatregelen had kunnen treffen. Maar wel met een consequentie van instabiliteit in de coalitie. En natuurlijk zijn deze zaken die misschien niet zo publiekelijk bekend zijn. Maar ik heb veel tijd gestopt in behoud van de coalitie. Ik heb veel tijd gestopt in die eenheid binnen de coalitie. En gelukkig zien we namelijk dat er geen principiële verschillen zijn als het gaat om die grote doelen die we willen realiseren. De maatregelen die we willen treffen. Maar de schoenen wringt zich met name als het gaat om benoemingenbeleid. En daar is een vraagstuk. En ik zie namelijk dat ook daar we langzaam nu op één lijn komen. Nee, nu is het tijd voor betere kandidaten. U ziet hoe lang ik gewacht heb met benoeming van ministers. Van alle kanten moet je gaan onderzoeken. Dan nog merk je namelijk dat als je een minister daar zet, dat het kader daar niet aanwezig is. Dan moet je ook versterking van het kader daar brengen. Dus nogmaals, een uitdaging waar je rekening moet houden dat je ook moet investeren in die coalitie. Anders bereik je deze doelen ook niet. En ik denk dat een van de belangrijkste lessen is namelijk een beetje harder zijn geweest met betrekking tot het aspect van benoemingenbeleid. En iets wat heel belangrijk is namelijk, kijk, als je eenmaal als regering daar komt, je hebt niet te doen met robotjes op de verschillende ministeries. Je kan niet met een knopje mensen aansturen en dingen beginnen te lopen zoals je dat graag zou willen. Het zijn allemaal mensen. Allemaal mensen met hun eigen gevoelens. Allemaal mensen die 10 jaar daar gewerkt hebben. Soms een heel andere politieke visie hebben. Politieke ideologie hebben. Er zijn ook mensen daar die gewend zijn op een andere wijze te werken. Er zijn ook mensen daar in wie er niet geïnvesteerd is. Afgelopen 10 jaar. Qua capaciteit. Qua kennis. Qua deskundigheid. Nou, daarmee moet je doen. Dat is gewoon de realiteit. Nou, dan moet je ook rekening houden, namelijk dat die doelen die je gesteld hebt, die soms qua targets in tijdlijn uitgedrukt, soms onder druk komen te staan omdat die capaciteit er niet is. En je ziet, als president heb ik maatregelen getroffen, soms met veel verwijten. Maar als ik mensen binnenhaal om mijn landelijk woningbouwprogramma uit te voeren, als ik mensen binnenhaal voor mijn sociaal programma, als ik een jongeman daar zat bij Kanawaiman, die niet van jouw politieke kleur zijn. Ja, dan krijg je ook kritiek, maar dan zeg ik, het zijn Surinamers die die deskundigheid hebben, zet ze in. En ik denk dat veel meer moet gaan gebeuren in die resterende periode. En ik heb de overtuiging dat we die richting op gaan, dat ook politiek, misschien moeizaam, maar wel nu eens begint te worden
dat in de tweede helft we anders moeten gaan spelen.